Ja, doordat ik een kind had en ik op zoek was naar kleding en een briefje op het raam las van hulp gezocht. Dus toen ben ik hier binnen gelopen en begonnen. We hadden toen een team van 5 mensen en iedereen werkte een ochtend. Dus, en ik vond het gelijk geweldig. Ja, en na 30 jaar draait Pom en Floor nog steeds. Hoe hebben jullie dat als, ja, als team, als winkel, als organisatie, kan ik bijna zeggen, voor elkaar gekregen? Nou, dat is wel een groot woord hoor, organisatie. Maar we zijn inderdaad wel gegroeid naar een winkel met flanellen popjes en kleine openingstijden naar een volwaardige winkel. En zeker in deze tijd waarin tweedehands geaccepteerd is en hip en duurzaam en verantwoord. Naar een winkel die volledig normale tijden heeft met pinapparaat en een vast team. Dus zodoende hebben we het opgebouwd en zijn die 30 jaar ook ja, eigenlijk voorbij gevlogen. En hoe vind je dat nou dat je nu afscheid moet nemen van jouw winkel? Want het is wel een beetje jou, jij bent wel een beetje het gezicht van deze winkel. Dat is wel een groot compliment. En ik snap het wel, want de winkel bestaat ruim 33 jaar. Dus ik ben wel bijna vanaf het begin erbij. En heel veel mensen kennen mij en ik ken ook veel klanten. Zelfs al hun kinderen weer. Maar we doen het met een team. Ik werk ook al heel lang samen met een compagnon, dat is Judith. Dus we zijn al 20 jaar samen aan het roer. Dus zonder elkaar hadden we de winkel ook niet zo kunnen opbouwen. Dat gaat gewoon door. Dat hoop ik ook. Daar hebben we goed voor gezorgd. We hebben al 2 mensen die ons helpen en Judith blijft gewoon werken. En ik heb wel gekozen om volledig te stoppen. Dus ik ga ook niet meer hier rondlopen. En ik laat het geheel, mijn hele kind achter aan een goed team. Is dat niet moeilijk voor je? Soms wel en soms is het heel fijn om te denken, ik hoef dit niet meer. En het wisselt af, maar ik zal het zeker heel erg gaan missen. En wat ik dan het meest zal missen zijn de klanten en de verhalen die daarbij komen. En wat ik heel erg ga missen, maar dan in positieve of negatieve zin, is wel alle kleding die ik al die jaren door mijn handen heb laten gaan. En al die zakken van heen en weer slepen. Dus dat zal ik zeker niet gaan missen.